Kijk eens hoe mooi, jongens, Maastricht. Vroegmorgen weg. En leuk dat je kent deze vlog. Ik lijkt net of ik net wakker ben, maar dat ben ik niet. We gaan 6:30 opstaan. En morgen gaan we naar Maastricht, een weekend. En ik weet niet hoe vaak ik het al heb gezegd, maar ik heb er echt heel erg veel zin in. En we moeten om 8:00 weggaan. Dus we worden 6:30 opstaan. Dat betekent dus vroeg douchen, vroeg eten, vroeg rijden, vroeg daar aankomen. En dan ga ik daar een weekendvlog van maken. Dus ik zie jullie morgen weer. Zo goed. Mijn tas is gepakt. Hier staat hij. En een beetje spulletjes erin. En dan kunnen we morgen echt gaan. En dan zie ik jullie ook morgen, jongens. Nou, mijn haar ziet er niet uit, dus let daar niet op, want ik heb net gedoucht. En vandaag is de dag dat we naar Maastricht gaan. We staan nu, het is nu pas net 7:00 geweest. En het is weekend. Dat gebeurt niet vaak. Het is nu het moment dat ik mijn tas in de auto ga gooien. Ja. De auto staat al open. Dus, tas. Hoppa, kijk. Dat is dan mijn tas. Dan kunnen we nu nog maar even wachten. Alles ligt erin en kijk hoe deze dicht gaat, hè. Let op, je ziet hier dat knopje. Ja. En dicht. De police. Hey. Zijn we hier goed? Ja. Waar gaan we naartoe vandaag? Maastricht. Ja. Onderweg naar Maastricht in de auto met de telefoon. En daarna heb ik ook een stukje opgenomen dat hij in de auto zat. En hoe lang zijn we nog ongeveer aan het rijden? Een half uurtje of zo. Ongeveer een half uur. We moeten nog 2 uur rijden, dus we zijn er al bijna. Het is nu nog anderhalf uur. Ik zag een beetje uit als Oro van Tiet, een blonde winterschot, en die was blond. Toch 8 kilometer. Even wachten tot je weer hier die bocht voorbij bent. 8 kilometer en dan zijn we er eindelijk. Nog 8 kilometer en dan zijn we er, jongens. We zijn er eindelijk en jullie moeten zo meteen heen. Ja, schat. Chica. Chica, zo heet je Chica. Ach, Chica. Oh, we gaan weg. Shit. We zien jullie. Ik heb hem niet gerend. Ik ben nog steeds moe. Daar staat oma achter ons. En oma is een beetje een miepie. Nee, dat is een geintje. Maar we hebben een soort van. Een soort van avontuur. Een soort van avontuur voor ons. Dat we weten niet precies hoe we moeten lopen. Maar we gaan dus naar de stad en het komt wel goed. Ik kijk eens wie eraan komt fietsen. Dat is even. We lopen nu over de Maas. Wat wil jij nou? Doe maar. Ik krijg jij maar zo. Mag niet. We gaan het over. Ga maar wachten. Zijn het fietspad? Ja. En kijk eens, jongens. De Maas. De Maas, jongens. Is het mooi? Of niet? Een mooie kerk daar. Daar gaan we ook zo meteen nog even heen. En echt heel grote water. Meet Europe. Dit is de kerk van binnen. Ik weet zeker of je hier mag filmen, maar ja. Ik weet niet of je überhaupt wel mag filmen. Maar ik film het gewoon stiekem. Ja.
Ja. Oh, kaarsjes. Oma gaat een kaarsje aansteken. Ik weet niet voor wie, maar ze doet het wel. En Dennis ook. Dennis is mijn oom. Hij heeft er zelfs twee. Eentje voor oma Sarah. Eentje voor oma Sarah. Eentje voor Tom Havenaar. Eentje voor Tom Havenaar. Dat is de vader van Chantal. We zijn nu weer uit de kerk. Het was daar binnen best wel warm. En ik wist niet zeker of je daar mocht filmen. Dus ik heb het gewoon een beetje verborgen gedaan. Maar het zag er best wel indrukwekkend uit. Toch, Daan? Ja. Kijk hoe druk. En hoe smal. Dat is even wat anders dan in Leiden. Deze muziek raakt mij. Maar die eet van de mop natuurlijk. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar die muziek raakt mij echt. Oh, oké. Die muziek raakt mij. Jou, Daan? Nee. Nee? Raakt die muziek jou niet? Jezus. Toon, show some respect. Dus Daan heeft een patatje. Mijn is al hier binnen. Oh nee, die is net geleegd, dus die zit daar niet meer binnen. Zei nou dat als ik ongeduldig word... Ja. Heb je net jezelf al niet gezien in die winkels? Ja, die is leuk, die is leuk, die is leuk. Oké, gaan we weer. Ik ben raar ergens beland hier zo, joh. Daar komen ze naar Zwitserland. Gewoon bij je oren, joh. Trap, jongen. Helemaal naar boven. Dus daar gaan we. Kijk dan hoe leuk, joh. Maastricht is echt leuk, joh. Wauw, allemaal. Gezellig. Gezellige stad met DT. Wauw. Wat weer mooi hier. Gewoon helemaal zo naar beneden. Echt. Kijk hoe mooi. We zijn even een winkel binnen gegaan, want het buiten regent. Even kijken of jullie het kunnen zien heel snel. Nee, gewoon echt helemaal niet. Dus hebben we even hier binnen en we kunnen hier even zitten. Dat is wel wat chillen. Ja, zijn. Kijk eens hoe mooi, jongens, Maastricht. Mooi. Het is maar, het ziet er niet uit, dat zeg ik je wel. Doop. Dit blijf je voor je heel je leven achtervolgen, de mensen die dit zijn. Nee, ik geef je groot gelijk, Dennis. Voor de tweede keer deze brug. Oh, kijk eens, daar staat hij, joh. We lopen hier nu voor de tweede keer. Maar toch blijft het weer mooi. En daar ook weer. En nu lopen we alleen terug. Godzijdank. Van mijn voeten. Zijn ze wel dood? Zo. Ik heb de hik, jongen. God. Gaan we eten? Nee, zo vlees dan. Als die zo vlees dan. Ja, we zijn al een tijdje thuis, maar we moeten nu weer gaan. Want we moeten even naar de Lidl, toch? Of Action, een van die twee. Even dingetjes halen. De Lidl, hoor ik het vandaan. Dus dat gaan we even doen. En dan zijn we zo meteen weer thuis. Leuk vogeltje. Oh shit. Aan het uitlaten. Ja,
Chica is die hoor, Chicaatje. Moet je ook even Chica uit te laten? En daarna brengen we hem weer terug. We lopen niet een heel groot rondje. Daarna brengen we hem weer terug. En dan jullie zo weer. En dan brengen we hem thuis en dan gaan we zelf even een rondje lopen. Kom Chica. Tot de part. Daan heeft even zijn timelapse aangezet hier. Oh, dat ben ik. Ja, Daan, het zijn timelapse van jouw kanaal. Nogmaals, link in de beschrijving als ik dat niet heb gezegd. En dan, ik ga denk ik gewoon dagvlogs maken. Jij? In een hele erge kelder. Dit is een groot ook, man. Echt? Wow, kijk daar is Roger. Het is hier echt nog, holy shit, het is hier nog groot ook, ja. Ja, ik vind het ook. Hier zou je oprecht gewoon kunnen leven. Ja, echt. Hier, ballen. Nou, dan zie ik jullie zo weer, kijken. Gewoon een hele voorraad van zijn van de zombie apocalypse. Doorbrengen. Zwaar van dat, nou, ik wil Albert Heijn voor elkaar. Hoe werk je dan als echt heel groot? Het is niet ver, het is daar aan het eind van de straat, dus komt goed. En mag je deze crew, beetje te lui bent. Nee, de hele crew loopt helemaal achter ons daar. En wij lopen voor. En we zijn er al bijna, dus. Ik sluit hier vandaag de vlog af. Morgen nog één, want we gaan nu slapen. Ze zijn allebei helemaal kapot, dus doei.